Een avondwedstrijd in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax. Dat maak je nog maar zelden mee vandaag. In de beker is het zover. Fischer en Schöne. Fischer, aardig gegeven. Younes. Ruimte voor Goedelje. Dit schot. Maar hij is wel voor Vermeer. Singraven, is het buitenspel? Nee, dan is dit een grote kans. En is het Fischer die niet scoort. Daar is dan de eerste grote kans van de wedstrijd. Een lange bal. Het legioen wint zich vooral op over het feit dat de vlag omlaag blijft. Goed gezien, want de man die het meest staat te appelleren, Karsdorp, heft dat op. En dan is daar de kans, de grote kans, als Singraven hem goed neerlegt voor Fischer. Tete heeft Elia in de rug. En Elia heeft de bal. Nu Tete weer. Mooie beweging. En dat kan nog steeds, omdat Vilena verkeerd glijdt. 3-2. Ajax heeft een man meer en speelt dat nog niet goed uit. Maar dat kan alsnog met Fischer. Nu heeft Feyenoord 4-5 man terug. En dat is voldoende. Karsdorp haalt weg. Goed gedraaid. Kan El Amali dat nog corrigeren? Nee. Dus Fischer nog steeds. Younes. Natuurlijk naar zijn rechter en in de korte hoek geprobeerd. Maar daar ligt Vermeer nog. Karsdorp zal toch wel weten dat hij dat vooral doet. Goedelje. Younes vraagt. En krijgt nu wel de controle. Ja. Younes zoekt Karsdorp op. Weer naar binnen. Het schot van afstand is net naast van Singraven. Kuit. Daar is geen buitenspel. Het schot had beter een voorzet kunnen zijn, denk ik. Ik begin over de reen van Kramer. Van der Hoorn is wel blijven liggen. Feyenoord voetbal door. Ajax met een man minder. Ja, kan zo doorlopen nu. Elia op de bal. Dus een corner. Maar bij Ajax winnen ze zich op. Omdat Feyenoord doorvoetbalt en Van Boekel niet fluiten. Maar Van Boekel had wel moeten fluiten. Van der Heijden geeft aan, wacht nog even tot ik er ook ben. Dat is nu het geval. Elia. Dit schot, daar zit dreiging achter. En zeker als Boer hem loslaat. Scherpe bal van Congolo. Kramer mooi. Gustafsson. Oh nee. Hij heeft hem voor zijn rechter. En wil niet terug naar die linker. Je hebt toch het gevoel als hij hem daar had gehad. Terwijl Boer opeens is gaan zitten. En dan schiet het erin bij Boer. En dat is sneu voor de tweede doelman van Ajax. Goedelje. Drie man van Ajax in het strafschopgebied. Younes probeert nu buitenom te gaan. Daar waar het niet kan. En hij heeft op tijd door Kuit komt aansprinten. Want die vindt dit een Schwalbe en geel. Want die weet natuurlijk ook dat hij al geel heeft. Kuit maakte een sprint van een meter of 30. Om dat te vertellen aan Van Boekel. Hé, is dit geen tweede gele kaart? En nu een laatste kans om een verlenging te voorkomen. Wordt het verlengen of gaat Feyenoord door? Dat zijn de twee mogelijkheden. Het is Feyenoord! Feyenoord gaat door in de beker. Over en uit voor Ajax. Feyenoord bekert verder. Dat de Kuip trilt is een understatement. Ik vraag me af of Weel blijft. De bal schiet door. Het zou wel eens een eigen doelpunt kunnen zijn. Zit Kuit daar nog aan of is het Veldman? Nee, het is een eigen doelpunt. Een eigen doelpunt van Veldman. En de Feyenoord supporters die hier om me heen staan, die moeten eigenlijk alleen maar harder lachen en nog meer juichen als ze zien dat het een eigen doelpunt is. Daar de dolle vreugde. In een wedstrijd met amper kansen, allebei één goeie, is een eigen doelpunt genoeg. Dat past er wel bij.